Ja, Damiel, even terug naar Zwolle. Je scoorde je eerste doelpunt. Ja. Je deed de gitaar na. Waarom deed je dat? Ja, het is. Ja, mijn broertje en ik houden best wel veel van dansen. En hij had eigenlijk een speciale dans en hij deed de hele tijd zo'n gitaarvorm. En van daaruit zei ik tegen hem van als ik ooit scoor dat ik dat een celebration voor hem doe. En dat lukte eigenlijk. Oh, wat goed. Het was Interland Weekend, wat heb je gedaan of wat doe je dan zoal? Nou, vrije dagen. Ik ga dan gelijk eigenlijk terug naar Almere. Even naar vrienden, familie. En lekker goed uitgeslapen. Gegeten. Een beetje chillen met vrienden. Moeders maaltijd. En Ja? ja, het is altijd lekker. Heerlijk als je moeder dan voor je kookt. En voor de rest, ja, lekker op je eigen kamer weer chillen. Beetje Netflix en goed rusten eigenlijk. Ja, favoriete serie? Ja, favoriete serie. Ik heb zoveel series al gekeken, maar ja, de laatste keer wat ik heb gekeken is Somewhere Between. Dus wel, ja, gaat over een vrouw die iets met een dochter heeft, die wordt ontvoerd. En ja, best wel spannend eigenlijk. Best spannend. Ja. Alright. Zondag Vitesse. Wat verwacht je van de wedstrijd? Ja, ik verwacht nou ja, van onze kant dat we ja, gelijk moeten staan. We hebben de punten hard nodig. En we moeten gewoon doorzetten wat we tegen Zwolle hebben gedaan. Blijven vechten, goed voetbal neerzetten en ja, zien te winnen. Want ja, we moeten het gewoon doen. Het is echt nodig. En rechtsback, rechtsbuiten, waar gaat jouw voorkeur naar uit? Ja, natuurlijk is mijn thuispositie gewoon rechtsback. En daar focus ik me als eerste op. Als de trainer iets anders wil waar ik speel, dan ja, sta ik daarvoor klaar. Ik heb in de jeugd ja, best wel lang terug eigenlijk op rechtsbuiten gespeeld. Maar ja, ik weet wat er van me te verwachten valt. En, Hebt een actie in huis? ja, ik ben best snel. Ik kan ja, voorzetten geven, actie. En als speler weet je wel ja, wat de verdediger wat minder leuk vindt. En als je dat kan doen in de wedstrijd, ja, dat is altijd een voordeel.